4 uur. Radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. De huren gaan volgend jaar met 5% omhoog. Dit is 1% lager dan was voorzien in het regeerakkoord. Oudere woningen waarvan de huur relatief is achtergebleven, zullen maximaal met 10% in de huur mogen worden verhoogd. Dit in het kader van de zogenoemde versnelde huurharmonisatie. Het totale huurbeleid zal nog voor het einde van dit jaar in een brief aan de Tweede Kamer worden uiteengezet. Dat heeft premier Lubbers bekendgemaakt na afloop van de wekelijkse ministerraad. Koning Hussein van Jordanië is vanmiddag in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen gearriveerd. Hij kwam uit de Verenigde Staten, waar hij 4 dagen is geweest. In Washington heeft koning Hussein 2 keer een onderhoud gehad met president Reagan. De Jordaanse vorst zei gisteravond dat zijn bezoek aan het Witte Huis erg geslaagd is geweest. De besprekingen gingen voornamelijk over het vredesplan van president Reagan voor het Midden-Oosten. Dat plan voorziet in Palestijns zelfbestuur op de westelijke Jordaan-oever en de Gaza-strook in een verbond met Jordanië. Koning Hussein heeft geen toezeggingen gedaan over deelneming van Jordanië aan vredesonderhandelingen. Hussein zal met zijn gezin de kerstdagen in Wenen doorbrengen. Schaatsen. Tijdens wedstrijden in Alma-Ata heeft de Rus Sergei Glebnikov de 1000 meter gereden in de nieuwe wereldrecordtijd van 1 minuut en 13/1900ste seconde. Het oude record op de kilometer stond op naam van de Canadees Gaëtan Boucher met 1:13:2100ste seconde. De weersverwachting tot morgenavond van het KNMI, veel bewolking en af en toe regen of motregen. Temperatuur vanmiddag ongeveer 2 graden, daarna oplopen tot ongeveer 8 graden. Waarschuwing voor de scheepvaart, districten Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden en IJsselmeer, zuidwest 6. Districten Tessel en Rotterdam, zuidwest tot west 7. Verkeersinformatie, door sneeuw zijn de secundaire wegen plaatselijk glad in het noordoosten van het land. De gladheid verdwijnt de komende uren geleidelijk. Dan nog files. Op de A10 Amsterdam richting Zaanstad voor de Koentunnel 3 kilometer. En de files op de A12 tussen Bunnik en Utrecht en op de A16 voor de Van Brienenoordbrug zijn nagenoeg opgelost. Dat was het nieuws.